Zuid-Afrika loopt bij die scrum. Robbie. Gaan we weer uitkrijgen nie. Daar is die Pienaar. En kijk wat maakt Pienaar. Een mooi loopie. Prachtig ontbijtje daar voor 1, 2, 3, 4 mannen. Speel die bal terug. Hunder van Jurten is daar in die brinkie. Zuid-Afrika werkt die bal baie mooi terug. Een lange naar Raymond. Dan beweeg het dus in die voorspelers in. Die van Serfontein. Bal wordt bijna afgestorven. Maar nou voort dat hij loopt. En Gerard voorbij. Ons kijk weer daarna. Baie goeie richting verandering ook van Zuid-Afrika. Je ziet daar Raymond. Naar spoorten we daar die bal optel wat los lê. Harte baie skuins. Maar hij laat die beweging op die verdediging twijfel. Willy Du Plessis. En prachtig mooi is hij binnenkant en buitenkant toe om. Willy Du Plessis zit tweede drie in hierdie reeks. En terwijl naast boord herstel, welke woordje van jou, Johan Gous? Ja, goed. Die achterlijn van die Springbokke, as hulle aan die hardloop kom, as hulle aan die brand. Naast boord uitgestel. Nee, hierdie ene was die stelling gelijk op 7.11. En die tweede helft is 10 minuut aan die gang. Al over die eerste paar minuten van die tweede helft Zuid-Afrika baie beter gevaar in die lijn staan en ook baie beter die losbal beheer en om baie vinnig uit te rol. Nie met hom wil speel nie, maar om vinnig wil voer achterlijn. Pienaar is een lang skop van 55 plus 3, 58 meter naar die palen toe. Is nog een paar meter wat de mens moet buiten voor die boog. Ek dink dit kan dalk net die funkie wees wat die Springbokke ook nodig het nou en ek verwacht dat hulle dalk nou die bal nou is het Huisie Pienaar
wat daar die vertrouwen heeft van een strafdoel, een lange, wat hij nu pas Zuid-Afrika mee laat voorlopen, om te kijken of hij die 10 punten van Zuid-Afrika 13 kan maken. Dit is niet een moeilijke schot, niet. Hij heeft zijn hoek. Maar er is nog steeds windstil. En daar is geen andere factoren wat in acht geneem behoort te worden. Net raakkorrel en laat wij. Wordt ze stilte op Loftus. En als je nieuws wil voorloopt, moet je dan ook weer op het aantekenen. Maar die verschil is 6 punten. Het doel kan er gelijk op dat trek. Die keer onder van Jurgen, maar die bal spat daar naar Johnny Driscoll toe. Dodge en Gravel. Dat is gevaarlijk. Als je bij de kant is John Carlton met een baie mooie lucht, schrijf hem terug naar die lijf toe. Maar die Springbok is een kruisverdediging met Moorheid en Plessie weer vooraan is daar zo. Wie gaan die losbal winnen? Dat is die vraag. Nieuws drijft voor en toe, dat drijft voor en toe. Zuid-Afrika zal het inklim, man en muis, elk invallen. Hier komt die rolbeweging met de Driscoll daar. Dan spat die bal los. Ali Campbell, een lange naar Paul Dodge. Andy Irvine en het is Bruce Hay. Gaan hij proberen hier komen? Nee, hij wordt geloopt. En hij houdt nog steeds die bal vast. Dan is het weer Ray Gravel. Het treft van die doellijn af. En die Irvine wil doorgaan en hij krijgt om. En die Irvine gaat door en hij drukt die tweede drie voor die Britse eilanden. Kom eens, kijk net weer. Geweldige stormloop, dreigbeweging en dan kom hij uit bij die achterlijn. Bruce Hay, wat Gysie Pienaar voor hem kreeg. Hij houdt die bal. Hij houdt hem op zijn borstkas. Bal op die grond gevat. Die Gravel is weer in. En als hij een meter van die doellijn af vastgevat wordt, dan tel hij daar die bal op. Beweeg oor en hij plant op. Dit is beslist een strafschop daar. He? Want waar die man naar die drie gedrukt die bal opgeteld het, was hij voor die man waar die bal vastgehoud op die grond. Hij was beslist ontkant van die positie wat hij hem opgeteld had. En dus Campbell wat iedere keer gaan kijken of hij die twee punten kan bijvoegen. Nee, de vierde keer is het rechts voorbij. Maar dit was amper. Dus die nieuwse bal wat omhoog. Hulle oorstoe drie balen, twijfel of hulle verdacht het gaan rechtrijden. Achterin gaan weg. Dan kan toe naar Ray Gravel. Hier loopt hij vast in die grote keer stofweg. En dan is het Johnny Driscoll wat wil oorvallen van een drie. Nou Driscoll let om. En nou lijkt het niet goed voor Zuid-Afrika nie, want die Britse eilanden loopt skielik voor met 15 punten 10 oor 13. Ons kijkt net gauw weer daarna. Binnenkant toe wordt die bal aangegeven naar Ray Gravel toe. En dan is het Oud Driscoll wat die bal krijgt en met brute kracht oorbeur. En daar die drie gaan druk. Campbell. En hierdie keer is daar nie fout vir die doelskop nie. Die bonuspunte is by. Op geloop, maar Jeff Squire is daar zo. So ook Callum Tucker. Hulle kry die bal terug. Robbie, naar Andy Irvine. Skepskop van Irvine. Maar weer een keer, rechts voorbij. En die eindvleukie blaas.